Congratulations on your success in the invitational event. It might not help you in the championship standings, but it definitely helps to build your reputation. Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de Win 2019 Career Mode. We gaan verder in Azerbaijan, ronde nummer 4 van het kampioenschap aflevering 26. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat ik deze gaat zien. Wil je meer afleveringen zien van de Win 2019 Career Mode? Druk er genoeg op de linkknop. Schrijf ook een beetje op alles aan. Ja, we gaan dus verder in Azerbaijan. De baan moet ons goed liggen, want we hebben een hele goede motor. Dus hopelijk kunnen we gaan kijken of we misschien voor de pole position kunnen gaan strijden. En of we misschien verder kunnen uitlopen in het WK. We gaan het zien in de kwalificatie. Welcome to qualifying in the Republic of Azerbaijan. The teams are making their last minute adjustments before the lights go green. And the fight for pole position can get underway. The competition is certainly heating up as we head into today's qualifying. Some impressive times showing up during the previous practice sessions. Anthony Davidson, do you think we can expect a similar level of skill to be showcased during today's qualifier? Well, I certainly hope so. The competition here is extremely tight and I think we might see some very close times today. Remember, practice isn't just about fastest lap times though. It's about optimization, it's about ratifying your decisions. No one's going to be sweating small mistakes here and there, but in qualifying that all changes. You need to nail that perfect lap or face the consequences. And believe me, that's a lot of pressure. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto voor Q1 in Azerbaijan. Any trouble getting into the next session? So don't push too hard. Nou, Jeff zegt dat we dus geen enkel probleem eigenlijk moeten hebben met de kwalificatie in Q1. Dus we moeten niet te hard pushen. Maar ik wil graag laten zien wat ik in mijn mars heb in Q1. Dat we er gelijk bij zitten. Dus ik heb besloten om gelijk eruit te gaan voor een outlap. En dat we dus gaan kijken wat het gaat worden hier in Q1. Ik verwacht gewoon dat we P5, P6... Want onze auto is geen top 3 team. Dat is nog steeds een P6. Positie 6 team in de constructeurs van de R&D tree. Dus ja. We gaan eens kijken wat het gaat opleveren in Q1. Middels op het lange rechte stuk. En we hebben een slipteam van Carlos Sainz. Dat is gelukkig een voordeel voor ons. En een nadeel voor Carlos Sainz. Hier weer een tweede DRS zone. En de Alfa Romeo Ferrari motor eigenlijk trekt als het ware een enorm stap vooruit in de slipstream van Carlos Sainz. Ja, want met een 1.39.4 onszelf met een 1.40.41.0. Oh, we raken Carlos Sainz. We hebben Carlos Sainz geraakt en Carlos Sainz is uitgevallen in de kwalificatie. Einde oefening zijn aan boord bij de Spanjaard. Ja, sorry Carlos, ik liet je niet echt ruimte. Sorry daarvoor. Rip Carlos Sainz. Maar dus we zijn inmiddels doorverwezen naar P8. Want Baku is niet onze sterkste baan. Sterkste baan op het circuit. Op de kalender bedoel ik. P9 inmiddels bij Q1 met nog een paar seconden minuten op de klok. De tweede poging gedaan en nog steeds P9 op 2.1. We gaan dus nu gewoon naar binnen. Ik verwacht wel ook een moeilijkere wedstrijd. We moeten een wonder hebben als we voor de overwinning kunnen meedoen. En uitslag van Q1. En we zijn net door naar Q2. Een paar duizendste van, ik weet niet meer wie het was. Maar degene die dus op P16 stond. We kwamen daar al erg dicht bij de muur. En we gaan dus kijken wat Q2 dus voor gaat opbrengen. En of we door kunnen naar Q3. 344 km per uur. Hartstikke hard. En we hebben een goed chassis namelijk. Maar in de bochten verliezen we het voornamelijk. Verstappen met een 1.40.1. 1.40.1 voor Max Verstappen. En bij ons klikt de tijd gewoon door. Tikt de tijd gewoon door. Niet klikt, maar tikt de tijd gewoon door. En onszelf naar een 1.40.9 of 4.10. En we gaan er gelijk weer uit voor een tweede run in Q2.
volgens mij ook weer op een versere set van de softband. En ons doel is nu om een gat te slaan naar Vettel en Gasly. Want ze staan op dit moment op P9 in de gevarenzone. Met nog 3 minuten en 32 seconden op de klok. Dus we moeten onszelf echt gaan verbeteren, anders liggen we eruit. En het is in deze baan knap lastig om in te halen, want er is regen voorspeld. En dat wordt erg lastig dan om in te halen. Laatste run bezig in Q2. In het rood zie ik geen verbetering. We zijn over de startfinish heen gekomen. En kijken of wij wat naar voren kunnen komen met nog een paar seconden op de klok. De vraag is, verbeteren wij onszelf? Ja, na P1 met een 1.40.0. Hartstikke goed dit. En we gaan dus hierna naar binnen. De uitslag. En Vettel is naar 1 gegaan, onszelf naar 6 en Hulkenberg naar 8. We zijn dus door naar Q3. We gaan eens kijken of wij misschien ook voor de pole position kunnen meestreden of dat we op P6, P7 kwalificeren. We zijn benieuwd. Giovinazzi redt het niet. Jammer voor de Italiaan. Inmiddels aanbeland bij Q3. De laatste kwalificatie hier in Baku. En ik heb helaas geen nieuwe verse soft meer. Dus we moeten het maar op deze band zien te doen. En dan gaan we gewoon kijken wat het is geworden. Of kan het zich even. We kunnen eerst nu even een wat mindere band uit Q1 pakken of Q2. En dan naar de verse Q3 band gaan. Terwijl Nico Hulkenberg er inmiddels uit is. We zijn er ook inmiddels uit. We komen over tot finish. En we gaan dus een tijd laten noteren hier in Azerbeidzjan. 344 km per uur. Dus de Ferrari motor is gewoon top hier in Baku. Dicht langs de muur. Hamilton met een 1.40.4. En ik verwacht van ons een 1.41er. Dat verwacht ik van ons. Ik verwacht niet dat we ook een 1.40 zullen noteren. Vettel met een 1.40.2. Onszelf met een 1.40.9. Oh, op 16e. Oh, dan had ik het verkeerd ingeschat. Toch nog een 1.40 gereden. Maar ik ga er gelijk uit voor een nieuw rondje. Een vers rondje in Azerbeidzjan, maar kijk eens voor ons. Heel veel traffic. Hoppa, een Williams schiet er ook nog gewoon voor. Heel veel traffic en dit gaat denk ik ons pijn doen. Russell naar 9, rijdt hier langzaam. Kom op jongen, hup, inhalen die hop, dat doen we ook. En we duwen Russell dan eigenlijk tegen de muur aan. Maar het is hier druk aan het worden. Volgens mij met Vettel op kop. Vettel nog steeds op voorlopig pole position. En Hulkenberg remt hier in één keer. Het is gele vlag omdat hier iedereen hartstikke langzaam rijdt. Wat doet Hulkenberg? Die remt hier gewoon. Wat doet Nico nou? Kom op jongen, rijden. Ja, hier alweer hè. Alweer remt hij. Ja, Russell kijkt gewoon hoor. Ja, dat denk ik dus even niet, Russell. Oh, Russell spint en raakt de muur. George Russell is gespind. Nico Hulkenberg rijdt door. Jongen, wat is er met jou aan de hand? Ik weet niet wat aan de hand is met de Duitser. Want hij maakte volgens mij geen grapje. Want Duitsers maken nooit grappen. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Kunnen we dan hier misschien een aanval gaan proberen. Hulkenberg rijdt hier langzaam. Nico Hulkenberg rijdt daar langzaam. Jezus mina. Och, dat kon zo fout aflopen. In herhaling. Ja, kijk eens hoeveel weinig het geschild heeft. Centimeters heeft het geschild met Nico Hulkenberg. Wat doet... Oh, hij rijdt ook nog tegen mijn sidepod aan ook nog. Wat doet Nico Hulkenberg hier? Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maar dat kon een hele vieze crash worden anders tussen de beide Alfa Romeo's. Mijzelf en de teammaatje Hulkenberg is inmiddels in het groen en de seconde
tellen af hier in Baku voor de kwalificatie van de top 10 qualifying. We zijn de auto bijna kwijt zelfs. Overstrijd finish heen gekomen. Bottas met een 1.39.9. Die heeft volgens mij de pole position in handen. Gasly na 6. Onszelf naar P7. Really pleased. Voor mij een teleurstellende kwalificatie, maar het had sowieso anders kunnen lopen als ik de Hulkenberg misschien een fractie naar rechts had gestuurd. De uitslag Bottas pakt dus pole, Vettel 2, Weber 3, onszelf naar P7 en de Hulkenberg naar P9. Weber, P3. Super gedaan. De resultaten van de rivaliteit, winnen toen van Nico Hulkenberg, winnen toen van Carlos Sergio Perez. De research points die na het behalen van de kwalificatie zijn behaald voor de upgrades aan de auto. Het zijn er best wel veel. 198 in totaal en 803 overall. De reputatie is gelijk gebleven. Gaan we naar even een sportsprincip toe. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be. Dankjewel Jeff, en gaan we nu gewoon door naar de race en laten we kijken wat het gaat worden hier in Azerbeidzjan. And a warm welcome to you from Azadlik Square, heart of Baku and home, of course, to the Azerbaijan Grand Prix. With high speeds, tight corners and few runoff zones, many are expecting a safety car here today. So our drivers will have to stay very much on their toes and hopefully away from the barriers. It's 3.7 miles around a lap of Baku City Circuit then, with 7 rights and 13 lefts, giving us a total of 20 corners. Watch out for the safety car today. Incidents are already common on this circuit and the wet conditions will only make things worse, particularly through the incredibly narrow Turn 8. Nou, de grid voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Met Valtteri Bottas op pole position, daarachter Sebastian Vettel. Lucas Weber, beste kwalificatie van dit seizoen voor de Williams coureur. Hamilton P4, Charles Leclerc P5, Verstappen 6, Onszelf naar 7, Gasly 8, Albon 9 en Giovinazzi staat natuurlijk nog voor Red Bull Racing. Perez 11, Raikkonen 12, Stroll 13, Magnussen 14, Grosjean 15. Pedal 16, Hulkenberg met een penalty op P17, Sainz 18, Russell penalty 19 en Ricciardo sluit zijn plek af op plek 20, mede dankzij een penalty. We gaan eens kijken wat het gaat worden in Azerbeidzjan. Ik denk één grote chaos, dat weet ik nu al, want het is nat en er gaat, kan van alles gaan gebeuren. We nemen wat extra fuel mee voor de, voor de race. En dan gaan we eens kijken wat het gaat worden hier in Azerbeidzjan, want de lampen zijn opgeslagen voor de grote prijs van Azerbeidzjan. Career aflevering 26 en we zijn onderweg. De lampen die hingen wat vast, leek het wel, want het duurde ontzettend lang en we hebben gelijk al een gastje aan onze zijde. Oh, Verstappen, jezus, was daar close met de Nederlander. Het is daar even worstelen, maar we hebben die plek veroverd. P6 dus. Charles Leclerc kan ook aanvallen. Het is daar krapjes met de motorgas. Wij worden gewoon de muur ingeduwd door Charles Leclerc. De voorvleugel is al beschadigd, mede dankzij Charles Leclerc. Ik zie zelf geen schade. Maar de engineers zien denk ik van alles hier in Baku. Oh, Hamilton. Hamilton rijdt langzaam, daar kunnen we Hamilton aanvallen. We vallen Hamilton daar ook aan. Het is daar krapjes en we duwen Hamilton naar de muur in. P5-4 nog steeds, het is P4. Ja, het is officieel P4. Maar het is nu al een chaos geworden hier in Azerbeidzjan. We moeten gewoon vechten onze positie. Dankjewel Jeff. We gaan eens kijken wat de rest van de race, hoe dat gaat verlopen. We hebben inmiddels P4 wat een goede positie is. Ronde nummer 2 inmiddels. Gaat hard met de ronde. Gaat niet hard met de tijden. Alhoewel 6 seconden sneller dan onze beste lap in lap 1. Alles ziet er prima uit bij de motoren onderdelen. We raken daar net niet de muur, zeg. Jezus, ja, het is hier ontzettend glad hier in Baku. En deze regenrace vind ik niet leuk. Bottas snel met een 1.59.7. De Finn is op koers naar zijn overwinning volgens mij. Onszelf daar nog 2 minuten 5. 3.8 verschil met Lucas Weber. Verstappen op 1.6. Die hebben we in de touwen. Maar hij zit aan het klokken met Charles Leclerc. Onder nummer 4 inmiddels. Lucas Weber met een 1.59.5. Onszelf naar een 1.59.5. Snelste race tot nu toe.
Dus dit biedt mogelijkheden. Ronde nummer 5 inmiddels. Het gaat hard. Volgens Lucas Weber, achter onze landgenoot Max Verstappen. En voor ons rijdt volgens mij 2 Mercedes'en. Stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Right rain is here to stay. It's hard to say if inters or wets are better right now. Lichte regen blijft hier voor de rest van de race. Inters of wet maken misschien niet een verschil, zegt Jeff. Bottas is wel naar binnen gedoken voor de intersbanden. En wij blijven gewoon uit op de wet. Maar het is hard om te vertellen wat nou de beste band is. Nico Hulkenberg is naar binnen. Inmiddels ronde nummer 7. Lucas Weber is naar binnen. Oh, Bottas komt nu ook naar binnen. Oh, dat was de Bottas die niet naar binnen ging. Oh, dan was de ronde later gebeurd. Oké, okay, Verstappen blijft buiten. We hebben daar een gigantisch moment overstuur. Ronde nummer 7. Nog steeds de snelste raceronde in handen van ons. Verstappen kruipt dichter naar ons toe. Wat niet goed is. Bottas komt voor Charles Leclerc de baan op. Dus we kunnen misschien nu ook gewoon nog naar binnen gaan. Dat kan ook. Maar Bottas had wel een voorsprong op ons. En dat hadden wij dus niet op Verstappen. En Bottas, ja, we hebben wel een voorsprong op Bottas. Maar niet zo groot als de zijne. Daar zit Max Verstappen aan de buitenkant. Maar hij kan geen aanval maken, want de Honda motor is nog niet snel genoeg. Ronde nummer 8. Een tiende verschil met Max. Valtteri zit te ver weg. 6,1 seconden. Vettel met een 1.58.2. Is ook naar binnen gegaan voor de intermediate banden volgens mij. Oh, de muur net niet. De muur geraakt, jezus. Dat was even close. En Verstappen kan die weer aanvallen. Bottas zit ook weer dichter naar ons toe te rijden hoor. Die is het gat aan het dichtrijden. Als zo staat, dan leiden we het kampioenschap. Dan nemen we een nog groter voorsprong op Valtteri Bottas. We hebben daar weer een moment. En dat maakt niet uit of wij nu de snelste race ronde punt ook krijgen. Helden met een 1.57.5. De Brit is nergens te bekennen in deze race. Het maakt niet uit wat ik net zei of wij 26 punten of 25 punten hebben in totaal. We vergroten alsnog onze voorsprong ten opzichte van Valtteri Bottas. Ronde nummer 8. Het is hier weer een beetje glibber en grijder. Virtual safety car. Er is iemand uitgevallen. Er is iemand uitgevallen. Het is volgens mij... Gasly. Ja, Pierre Gasly. Ach, in zijn haas. De Fransman moet de strijd staken hier in Baku. Virtual safety car. En Verstappen en Bottas kunnen misschien naar me toe rijden. Want ik ben de Delta een beetje met de Delta aan het kloten. Aan het klooien. Nog steeds virtual safety car. We zijn wel fuel en us aan het besparen. En Bottas rijdt wel naar ons toe volgens mij. Virtual safety car is inmiddels weggegaan. En Verstappen kan hier weer een aanval wagen voor de leiding in de wedstrijd. Maar hij kan er niet bij. We moeten ook us gaan besparen trouwens. En fuel. Gat naar Bottas is inmiddels 3.5. Hij is aan het dichtrijden. Valtteri Bottas is gat aan het dichtrijden. En dit kan nog heel spannend worden met Vettel en Weber ook. Want Weber zit ook niet te ver weg van Sebastian Vettel. Spannende wedstrijd dit. Super spannend. Inmiddels ronde nummer 9. Een lang rechte stuk. Daar komt Valtteri Bottas met een aanval. Want hij heeft Verstappen voorbij gegaan. En Vettel zit hier ook voor te kijken. Dit is gewoon een sprintrace naar de finish. Vettel met een 1.56.5. Weber met een 1.56.1. De Duitser is ook het gat aan het dichtrijden naar Max Verstappen. Vettel gooit een aanval naar P2. Ontstaat nog steeds aan de leiding. Geen deelnemers meer uitgevallen. En het is nog steeds spannend. Vettel en Bottas nek aan nek op dit lange rechte stuk. Daar zit Vettel. Ons. En Vettel gooit een aanval voor de leiding. Oeh, het is hier close. Bottas rijdt mee. Zit aan de buitenkant bij de kasteelsectie. Gaat hem niet worden, Valtteri. Vettel naar 2, Bottas naar 3. Ronde nummer 10, nog 400 te gaan. En de wedstrijd verloopt hard. De race verloopt hard.
en de battles gaan denk ik ook hard verlopen. Tenminste op het lange rechte stuk. Tenminste, daar gaan we nu naartoe rijden. Vettel zit hier enorm dicht op onze auto. Maar die hebben gewoon betere banden dan ons. Vettel aan de buitenkant lukt helaas niet. Weber zit ook te kijken hoor. En ik geef Bottas van slipstream. Vettel naar de buitenkant. Lukt helaas niet bij de Duitser. Oh, we blokkeren daar wel even voor. Maar dit heeft geen gevolg voor onze wedstrijd. Nog steeds drie man vechten hier om een been. En het kan zijn dat Weber en met dat been er vandoor gaat. Charles Leclerc met een 1.55.8. Dat race op een punt gaan wij sowieso niet halen. Maar dat boeit me ook helemaal niks. Ik wil alleen deze race uitrijden. Daar komt Bottas met een aanval. En dat is niet gelukt. Weber naar 2. Fantastische move van mijn oud teammaatje Lucas Weber. Gat naar Weber is 3/10. Verstappen is inmiddels ook aangesloten bij dit treintje. Nog 300 te gaan in deze wedstrijd. En dat was gewoon een sprintrace. Charles Leclerc kan hier ook nog meedoen hoor. Charles Leclerc kan hier ook nog gewoon meedoen. Sluit hem niet uit door de monegask. Want die jongen kan er ook wel van. Weber in de slipstream. We gooien hem naar de leiding. Vettel en Bottas. 3 dik op de lange rechtstuk met Lucas Weber. Wordt je gewoon op de horen gereden door bij de concurrenten. Vettel niet naar de leiding. Nog steeds niet naar de leiding. We blokkeren. Oeh, we duwen Vettel naar buiten. De clash snel. Daar zit Lucas Weber aan de binnenkant. Oh, 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 dit wordt spannend. Weber, laat hem staan. Onszelf, laat hem staan. Dat is geen touché met de Duitsers. We hebben respect voor hem. We knijpen ook niet af, maar het was wel even wielbengen. Weber neemt de leiding van ons over. Dan moet hij misschien terugkruiken in de slipstream. Vettel zit er ook te kijken hoor. En aan de buitenkant bij Lucas Weber lukt helaas niet. Vettel naar de binnenkant. Oeh, het is hier close. Dit is hier close met Lucas Weber. Iedereen ons even geen respect toonde. Weber! Oh, even in de muur geduwd inmiddels op dit rotpunt. We schieten een klein beetje door, maar halen wij die bocht nog? We halen die bocht nog zelfs. Halleluja, halleluja. Kijk. Verstappen is weggegaan. Weber gooit de avond, maar wij sluiten de deur dicht. Charles Leclerc is inmiddels ook aangesloten. De volgende hij nu een treintje, want de rest is sluit inmiddels ook aan. En dit kan misschien nog spannend gaan worden. Lang rechte stuk. Ronde nummer 13, Vettel, Bottas, Weber, allemaal op het lange rechtstuk doen een aanval naar de leiding, maar ze slagen er niet in. Vettel naar 2, Bottas naar 2. Het is hier een kat en muis met ontzettend Vettel, Weber, Verstappen, Gasly, Bottas en noem maar op. Het is hier zo ontzettend druk aan het worden. En dit is gewoon een volhoudactie. Een volhoudactie, daar zit Vettel aan de binnenkant. Lukt helaas niet. Oh, ja, de voorvleugel is kapot. Bijna kapot dan denk ik. Of hebben we helemaal geen voorvleugel meer? Dat weet ik niet. Ik hoop dat we nog een klein deel hebben. We zijn hier gewoon de ophouder van de rest. Want het is hier gewoon een treintje. 2/10 verschil met Sebastian Vettel. Rood in sector 1. De allerlaatste ronde loopt inmiddels. En dit is de alles bepalende ronde. We rijden wat weg van Sebastian Vettel. We moeten wat fuel gaan besparen. Met op het lange, het gemene punt. Sebastian Vettel spint. Sebastian Vettel met de Giovinazzi is naar 3 gegaan. Wat de fuck krijgen we nou? Weber doet een aanval naar de leiding. Oh, we wielbengen elkaar. Lucas Weber en onszelf een enorm moment. Maar we redden de auto gelukkig. Het is hier super spannend met Lucas Weber. Lang recht stuk. Hier komen we. We knijpen Weber af. Lukt helaas niet. Mag eens out of the race. Weber verliest controle. Ricciardo out of the race. Giovinazzi botsen tegen de muur met de Italiaan. En dit is een knotsgekke wedstrijd. En wij winnen dus deze grote prijs. Ongelooflijk. 17 mensen eigenlijk in de race. Maar wat een wedstrijd was dit. Niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor. What the fuck gebeurde hier nou? Echt. Wauw. Wauw. Congratulations to Alfa Romeo then for their excellent win today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, keeping their tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip out there at the best of times, and it's 10 times worse if you're out there on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a huge advantage today. Alfa Romeo have been winning fans the world over with their brilliant driving, showing that they're a force to be reckoned with out there on the track. They'll certainly be building on that fan base after today's excellent result.
Nou, de uitslag van deze knotsgekke grote prijs. Wij winnen dus de wedstrijd. Giovinazzi naar 2 en Weber maakt het podium compleet. Hulkenberg niet naar de punten. 32 punten met Valtteri Bottas. Dus een overwinning hebben wij van Claire van de Vin. Maar wauw, Giovinazzi en Weber in de top 3. Geweldig. Geweldig driver today krijgt van mij Antonio Giovinazzi. Wauw. Ik heb hier gewoon geen woorden voor. Dit was gewoon een van de spectaculairste grote prijzen ever die ik heb meegemaakt in mijn career mode. Wij winnen dus gewoon de prijs vanaf P7. 32 punten verschil. Ongelooflijk. Bottas pakt Lewis ook nog even een kampioenschap. Wauw. Nog steeds. Wauw. Hulkenberg geen punten. Teleurstellend. Vettel van 2 naar 11. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy. En we hebben inmiddels Claire voor ons neus. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Ja, ik weet niet wat mijn strategie was. Gewoon ja, rijden met dat ding. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Ja, regen kan mij stoppen. Maar met het team? Nee. How does it feel sharing a Formula 1 podium with your old F1? Ja, Lucas heeft het gewoon uitstekend gedaan. Wauw. Ook ontzettend knap van Lucas trouwens. Respect naar Lucas. Would you say that your rival is still on your level? Nee, tuurlijk niet. Ik heb wel respect voor hem. Hij pusht mij ook, maar ja, hij is niet echt op mijn level. Great. Well, that's everything. Nou, tot in Spanje, Claire. De resultaten van de rivaliteit. We hebben de rivaliteit met Sergio Perez gewonnen. We winnen toch van Nico Hülkenberg, maar die winnen we hebben eigenlijk ook al gewonnen. En ja, en de resource points zijn er gewoon normaal eigenlijk, denk ik. Nou, het zijn er toch nog best wel veel, hoor. Kijk eens aan, 1254, 2057. Team goal is behaald. Reputatie is gewoon gelijk geleefd met de teams en mijn andere reputatie met andere teams. Veteran en sportsmanship, dat kennen we allemaal wel. De contract negotiations. En Emma heeft nog iets te zeggen. Nou, dankjewel Emma. Het contract. En ik ga denk ik de eisen hoger stellen voor Alfa Romeo. Ik denk dat we dan gewoon dit doen. Feiten en feiten, dat moet gewoon kunnen. En we gaan gewoon het contract gewoon voorstellen. Nou, dit is dus wie we mensen, ik hoop jullie genoten hebben. Laat je van like uit als je genoten hebt. Wil je meer afleveringen zien van de 2019 Premier Mode? Ram dan gewoon op de neerklop. Zal ik dan ook het gelijke belletje op alles aanzetten. Enkele verdienen van mij mist. Reageer op het worden. Welk contract is getekend? Volg me ook even op social media. Links in de beschrijving. En ja, dan zou ik zeggen, fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij 2019 Premier Mode. Ga verder in Spanje.